Deze video is goedgekeurd door Dagelijks AD. Hey mensen van Dagelijks AD, ik ben Roy en vandaag gaan we Open Broadcast Software installeren over hoe en wat het zit om te kunnen streamen. Natuurlijk ga je naar de site van OBS, de download link wil in de beschrijving zijn en je drukt simpel genoeg alleen op download. Deze kan je meteen afsluiten en wacht even 3 seconden tot dit voltooid is. Dan sluit je hem af, krijg je deze en de download installer volgt voor zich. Maar zoals je ziet, als ik hem aan zou drukken, dan zegt hij dat ik hem al heb en dat ik de nieuwste versie natuurlijk ook al heb. Natuurlijk druk je op ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Oh, ik kan het nu wel doen. I agree, next, next en dan kan je meteen openen. Dus zoals ik deed, hele simpele installatie, niet al te moeilijk. Dan ben ik hier bij Open Broadcast Software, zoals je ziet, ik heb al wat. En deze kan even weg, want die is eigenlijk voor dadelijk. Die kunnen we ook eventjes verwijderen. En dan doen we dat. Oké, om te beginnen is het misschien heel belangrijk voor je instellingen. Het algemeen dus eigenlijk is het gewoon voor zich. Dan gaan we naar de encoding toe. Maak er zeker van dat je al deze 3 zijn aangevinkt. En een maximum en buffer grote bitrate allebei. Oh nee, geen bitrate. KBS, sorry, en kbit 2500 zijn. Dat is een van de beste kwaliteiten die je sowieso wel moet hebben. Dan op AA, SendNIP, MP3, dan bitrate 128 en dan formaat op 44.1 kHz stereo. Dan gaan we naar broadcast instellingen en naar livestream, Twitch of waar je ook op wil recorden, YouTube kan ook bijvoorbeeld. Dan naar de server, het dichtstbijzijnde, dat is voor ons makkelijk, gewoon NL Amsterdam. Dit is je stream key van Twitch.tv. Dit automatisch aanvinken, gaat het je wel aan, zo makkelijk als je een keer offline gaat en dat altijd wel binnen 10 seconden. Je dashboard, heel makkelijk, ik zal deze link ook in de beschrijving zetten voor jullie, omdat het dan wel makkelijk is om te kopiëren en plakken en eventueel niet. Dit wijst voor zich als je dit wil of niet. Dan gaan we naar de video instellingen. Dit is mijn videokaart aangepast, dat is op zich vanzelf, ik kan ook een monitor selecteren, ik heb bijvoorbeeld 2. Dan ga je naar je resolutie verlagen, is 1.5090 6x512 en de filter is bilineair, is het snelste. Dan heb je FPS 30, dat raad ik je ook aan. Maar natuurlijk kan je ook 29.79, dat vinden sommige mensen fijn, maar ik zie er zelf geen verschil. Dan gaan we naar standaard instellingen van desktop apparaat, tenzij je een andere wil. En microfoon geldt precies hetzelfde. Ik heb 2 microfoons en ik gebruik op het moment deze volgens mij, maar weet ik niet zeker. Ga ik ook niet opslaan. Ook dit wijst natuurlijk ook voor zich en zet deze 2 op 1 en deze op 0. Dan gaan we naar geavanceerd en dan hebben we hier algemeen. De eerste vinkje aan, zet hem op normaal, dan 700. De laatste vinkje aan, dan CPU op very fast, dan op encoding op high en dan tijd tussen keyframe op 2. Dan heb je CVR, die doe je gebruiken. En dan heb je audio, forceer audio, die je op aanwinken zet en op 0. Dan heb je bind aan interface, default en lens returning factor op 20. De rest vink je allemaal uit wat ik niet heb aangevinkt. Microphone noise gate, dat wijst voor zich. Als ik nu praat, dan zie je dit. Als ik stil ben, dan hoor je helemaal niks, zeg maar. Doe je de preview uitzetten en meteen previewt hij ook jouw scherm. De noise gate inschakelen, dit kan, dus die uitschakelt mij, maar zet maar 25-250 eventueel. Maar ik gebruik het persoonlijk niet. Dan gaan we naar de stream. Hoe kan je hem instellen? We gaan scène toevoegen en voor het gemak doen we eventjes YouTube. Omdat dat het nou eventjes omgaat. Dan kan je toevoegen, kan je van alles toevoegen, venster, monocap, afbeelding, dia, show, globale bronnen, kom ik daar later op terug. Tekst, video, capture, dus net zoals de webcam die ook bij de globale bronnen staat. En een gamepatch voor Minecraft, League, Flash, whatever je ook wil streamen. Nou, we gaan terug naar de globale bronnen, ik heb er eentje toegevoegd. Het is hetzelfde, je kan alles toevoegen, alleen dan bij de globale bronnen. Dus als je nog een scène maakt en noem je punt, kan je hier een globale bronnen of niet ook opnieuw instellen. Maar nu gaan we naar YouTube, globale bronnen, webcam en dan doen we gewoon weer webcam. En als je dan een stream previewt of viewt, dan zie je je webcam en dit ben ik. Dan heb ik hier net zoals bij Minecraft, ik heb een banner, een Minecraft, een facecam. Heb ik allemaal zelf gemaakt en dat zie je dan ook. Nou, dat ben ik, dit ben ik en dat was het dan ook weer.
Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is. Als je vragen hebt, laat reacties achter. En ik zal sowieso proberen te antwoorden voor jullie. En als dat niet lukt, dan probeer ik altijd nog hulp in te schakelen. Maar ik hoop dat dit voor jullie heeft geholpen. En ik check jullie later. Houden.